Zometeen horen we elkaar niet meer. Wat? Ja, dat is. Kijk, dit. Ik heb nog een yoghurtje. We gaan dus vanmiddag skydiven. En je moet daarvoor ooit sieraden af. En dit is dus letterlijk wat ik allemaal in heb. Hoe leuk is kijk. Het is echt cool. Ja, het duo is weer terug. Het is dus mijn derde tatoeage. En de vorige twee hebben geen pijn gedaan. Maar ik ben nu toch alweer bang dat deze wel pijn doet. Maar op een of andere manier heb ik twee computers bij mijn thuis. Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe vlog. Dit was heel enthousiast geopend, maar ik ga er nu vandoor. Namelijk naar... Waarom zat er een vuilnisbak voor de deur? Nou, dat weet niemand. Oh, dat weet ik wel trouwens. Maar ja, ik ga er vandoor. Ik ga namelijk nu naar Rome toe om daar foto's te maken. Voor de nieuwe collectie onder andere. En dat vind ik altijd heel erg leuk om te helpen. Ik heb net een meeting gehad, mijn allereerste meeting voor een secret project. Wat binnenkort uitkomt en ik heb er zo vet veel zin in. Maar ik kan jullie er helaas nog niet over vertellen. Maar I promise you, het is het wachten waard. Het is dus echt pas eind maart, als dat... Nee, eind maart, eind dit jaar. Ik ben mijn handschoenen vergeten. Als het uitkomt, maar... Zo leuk. Ik ga eventjes naar Rainier's Food Fashion toe. Op de scooter, want Nick is bij de garage. Oh. Het is best wel donker. Wacht. Dit is al ietsjes beter. Nog steeds niet helemaal perfect. Dus dan doen we nog één aanpassing. Voilà. Ik heb vanmiddag een pakketje binnengekregen. Van Charlotte Tilbury. En ik ben echt heel erg benieuwd naar hun producten. Ik heb nog nooit... Oh, ik vond haar. Hun producten gebruikt. Maar ik zal even laten zien wat ik heb gekregen. En het zou heel chill zijn als jullie in de comments achterlaten als iemand dit heeft. Hoe het jullie bevalt. Het zal natuurlijk allemaal goed zijn. Maar ik ben ook nog heel benieuwd. First of all, heb ik twee lip liners. Ik heb er eentje in een meer zalmachtige kleur. Zo, Bruce heeft veel aandacht nodig. Die zit hier naast mijn kopje te geven. En in een donkerdere kleur. Daarbij heb ik nog een lipglossje. Dit zo meeneem setje, dus dit. Echt heel erg cute. Nog een andere lipgloss heb ik in deze kleur. Deze ben ik heel benieuwd naar. Ziet er echt heel mooi uit. Een bruin oogpotloodje. Want ik doe dat altijd in mijn waterlijn hier. Dus daarom heb ik die nu ook besteld. Nog drie lipsticks zelfs. Deze. En dit zijn van die balmachtige dingen. We beginnen gewoon met de lipproducten. Nog twee lipsticks. Deze kleur. En deze kleur. Jullie zien waarschijnlijk wel net het verschil. Nog een bronzer en highlighter paletje. Heel erg nice. Oogschaduw paletje. Very pretty. Ik hou ervan. Dit zijn allemaal van die lekkere meeneem dingen. En aangezien ik vaak onderweg ben of naar Gio toe of zo, is het heel erg nice. Nog een poeder. En dat was hem, volgens mij. In ieder geval heel erg nice. Ik ben heel erg benieuwd hoe de producten gaan zijn. En ik ga het morgen eventjes testen. Morgen heb ik ook opnames met Jessie, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, Noora heeft morgen de pitch voor de Hoge Hotelschool. En die is bij zenuwachtig. Dus die is al de hele dag, eigenlijk al de hele week bezig met de voorbereiding. En ik heb hier eventjes kleding uitgezocht. Wat ik morgen nodig heb voor de video die ik ga opnemen met Jessie Maya. Aangezien wij... een aflevering gaan opnemen voor haar serie waarin we outfit swaps doen. Dus die heb ik uitgezocht en kan eigenlijk in bed gaan liggen nu. Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag. Ik ben bij Gio, hij heeft zelf een afspraak in, ik weet niet waar, maar voor Scheurtje in ieder geval. Dus ik ben alleen thuis nu. Ik heb eten besteld bij Ross en ik heb iets besteld wat ik daar nog nooit eerder heb besteld. Zo, ik weet niet wat ik hoorde. Ik moet mijn make-up ook nog doen trouwens. Ik heb alleen een beetje zelfbruiner op. Dus als je dat ziet, het is heel lelijk gedaan. I'm sorry. Maar ik heb een ontbijtje besteld. Die heel uitbundig is. En dan wordt ze ook al de hele ochtend geboord. Ik ga eerst even eruit halen wat ik heb. Ik heb hier een zakje met daarin, ik denk, toast met avocado en ei. Kijk, dit. Ik heb nog een yoghurtje. Honing erbij. En koffie. En ik heb nog een acai bowl voor of als ik honger heb. Of als Gio nog niet heeft gegeten. Het is vandaag... dinsdag en ik ga iets heel erg leuks doen. Ik heb me net even een beetje klaargemaakt. Ik heb namelijk een trui aangedaan die ik van Gio heb gejat. Maar dat valt natuurlijk niet op. Daaronderaan heb ik een sportshirtje en mijn sportlegging. Aangezien wij vandaag weer gaan skydiven. Morgen heb ik een fotoshoot in Amsterdam. Dus daarvoor heb ik even mijn koffertje ingepakt. En nog een tas die ik meeneem. Aangezien ik daar ook blijf slapen. Dus die ben ik nu nog bij elkaar aan het rapen. En dan ga ik zo met Noora naar oma toe. We gaan dus vanmiddag skydiven. En je moet daarvoor ooit sieraden af. En dit is dus letterlijk wat ik allemaal in heb. Niet normaal. Ik ben nu nog mijn laatste oorbellen uit aan het doen. Maar de vorige keer moest ik dat daar dus doen. En toen had ik echt een fortuin aan sieraden daar liggen. Dus ik doe het nu wel eventjes van tevoren. Wij zitten in de auto onderweg naar Utrecht toe. Naar de skydive. Hoe heet dat? Buis. Dus fabriek toe bijna. Robin, ben je bang?
Nee, nou jij nog niet. Komt misschien nog. Noora en ik hebben het dus al een keer gedaan. Ik ben wel een beetje zenuwachtig, maar dat is puur omdat ik weet hoe het gaat en dan kan ik me ook voorbereiden. Maar de vorige keer, je hebt van die oordopjes in, maar die was voor mij, was er eentje uitgegaan. Dus de hele, tijdens al het vliegen heb ik maar met één oortje ingegaan. Ik heb alleen maar een ruis gehoord. Dus ik ben, het is meer dat ik weer bang ben dat dat gaat gebeuren. En dat hoop ik niet. Maar voor de rest wil ik jullie niet bang maken. Nou, wij zijn er. Papa kwam zelf met de andere auto. En die is natuurlijk weer te laat. Nou, we hebben oortjes, een helm en van alles en nog wat gekregen. En nu is het tijd om ons eventjes om te kleden. We hebben ons omgekleed. Ik heb ook mijn oordopjes al in en jij ook. Dus ik hoor echt niks meer. Alleen mezelf alsof ik verkouden ben. Ja. Terwijl ik jou wel oké hoor. Ik hoor je gewoon prima. Klaar voor? Ik hoor niks. Klaar voor? Ja! Nou, daar gaan we weer. Hij zit weer helemaal hard opgedrukt. En het is tijd om de buis weer in te gaan. Oh, dat ziet er ook zo niet uit. Ik ga beginnen. Papa gaat voor mij filmen. Zometeen horen we elkaar niet meer. Wat? Ja, dat is. Zo, we zijn weer buiten. Er staat altijd echt een hele brilafdruk in mijn hoofd ervan. Maar het was wel echt heel erg leuk. Vond je het eng, Pop? Niet eng, maar... spannend. Spannend, inderdaad. Vooral het laatste keer maar niet omhoog. Je hoogtevrees, toch? Of wel? Nee. Alleen de laatste keer omhoog, jongen. Dat ging hard. Ja, dan ga je echt hard. Klopt. Kijk, we hebben sushi besteld naar het skydiven. Echt, we hebben echt mega veel. Ik weet niet wie er zoveel honger heeft. Maar we hebben in ieder geval genoeg. Dit zijn zelf altijd mijn favorietjes. Even kijken. Nee, die heb ik hier. Dit met tonijn of met zalm. Volgens mij is dit een vegan. Ik heb me lekker omgekleed en mijn pyjama aangedaan die altijd bij papa ligt. Very cute van Hunk Miller. Wij gaan vanavond nog eventjes een film kijken, denk ik. Ik ben mijn ochtend lekker begonnen met mijn haren stylen. En ik heb een beetje self-tan opgedaan. Aangezien ik dan wat minder foundation op hoef vandaag. Ik ga in ieder geval eventjes mijn make-up doen. Ik weet niet of jullie trouwens zien dat ik wat... bruiner ben. Maar dan is mijn huid in ieder geval wat egaler en wat mooier als ik daarna mijn make-up heb gedaan. Ik heb me eventjes omgekleed. Ik heb eigenlijk een beetje de dikste dingen in mijn koffer aangedaan, zodat die wel dicht past. Deze trui heb ik nieuw gekregen van Stormy. En I love it very much. Deze broek is van Naked die ik gisteren binnen heb gekregen en mijn Jordans. En ik zei net al, ik wil eigenlijk echt groene Jordans. Maar ik draag eigenlijk geen groen, maar alleen maar omdat deze letters groen zijn. Ik ben ondertussen al een tijdje in het hotel Not Hotel. Ik zal het ten eerste even links in de beschrijving zetten. En hier ben ik met Jaron en Noora en Bibi, maar die zijn in een andere kamer. En wij gaan dus eventjes wat foto's maken. We hebben er al een hoop gemaakt. En als je wilt zien, volg mij dan op Instagram en natuurlijk Jaron ook eventjes. Maar nu heb ik een outfitje aangedaan met... Dus ik kan ook zo weinig. Wat is ook je outfit? Ja, film jij even mijn outfit. Deze trui heb ik binnengekregen van Stormy en deze broek van Naked en mijn Obsidians natuurlijk. En ik heb echt wel heel wat oudjes gehad en zoals jullie zien ligt er heel veel op. We hebben echt van alles, zitten van alles. Dit is, hoeveel is de outfit vierde alweer? Gaat ook echt snel. En nu, kijk, wacht, nu ben je ook mijn cameraman vanaf nu. Dan doe je dat toch goed allemaal, hè? Jaron is mijn stylist, fotograaf, PA, alles. Maar, er staat dus een heel cool Volkswagen busje en daar mogen we foto's mee maken. Hoe leuk is dat? Ja, ik dan. Het is echt cool. Hij is echt heel vet, mag je even goed framen, toch? En hier mogen we ook dus in, dus we gaan nu even sleutel vragen. We gaan naar een andere locatie en daarvoor moet ik van Jaron een jurkje aan, want dat is vrouwelijker. Dit jurkje is van Zara. Ik vertel het maar vast voordat de comments over zijn. I kinda like it. Kinda. We hebben ons eventjes verplaatst naar een tram toe, wat heel erg cool is, waar je dus ook in kan slapen. Alleen is deze vanavond al gereserveerd. We kunnen niet op het bed zeg maar foto's maken, maar wel met deze achtergrond. Want er hangt dus ook al een paal, zeg maar, wat je normaal ook in een tram hebt. Dus we willen een beetje dit shot.
Gaat het lukken? Ja, dat is een licht te checken. We hebben net eventjes in deze tram foto's gemaakt. Maar we hebben echt allemaal zoveel honger. Dus we gaan nu... Of in ieder geval, ik spreek voor mezelf als ik honger heb. Dus we gaan nu eventjes naar... Nou, gewoon Amsterdam in. En daar wat foto's maken. Zo, we zijn wakker geworden hier. En er staat alvast een lekker ontbijtje klaar. Ik heb er eentje met een yoghurtje en broodjes. Goeie. En jij hebt lekker een croissantje en zo. Goedemorgen. Wij zijn het hotel uitgegaan. We hebben uitgecheckt en we zijn nu eventjes de stad in. Ik heb vanmiddag opnames met Rosalie. Maar Noora en Bibi die lopen ook nog even mee de stad. En dan gaan vanmiddag weer naar huis toe. Aangezien ze beiden moeten werken. Yay, work life. Ik ben aangekomen in de College Hotel met Rosalie. Hi, we hebben elkaar namelijk echt al... Ik denk, hoe lang hebben we elkaar niet gezien? Echt al heel lang niet. Laten we zeggen anderhalf jaar. Ik denk het. Ja, misschien dat we elkaar ooit nog zijn tegengekomen. Maar we spreken elkaar wel gewoon nog dagelijks. Maar we hebben elkaar gewoon al heel lang niet gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd. Je hebt een serie over... Ja, Nablijven Met heet het. Nablijven en ik ga dus vier mensen interviewen over hun schoolcarrière. En jij dus ook. En mij dus ook. Ja. Ik zit dus nog op school in mijn examenjaar. Dus ik weet waarschijnlijk nog wel heel veel. Ik mag gelukkig alles jou vragen. Dat is wel heel fijn. Ja. Ja, en natuurlijk gewoon een beetje over ons. Want ja, wij hebben natuurlijk ook gewoon een carrière samen. We zijn samen begonnen. Dat is echt zo. We zijn ongeveer tegelijk begonnen. Nou, dat klopt. Ja. Want bij Tina Dag, toen waren we... Hoe heb ik al ontmoet? Via de groep. Via de groep. En toen zijn we naar Tina Dag en zo samen geweest. Ja. Ik ga het ook allemaal vragen daar, maar het is zo grappig. Inderdaad. Want jij bent een jaar jonger dan mij, maar dat voelt niet zo. Ja, maar het voelt ook alsof we dit soort van samen hebben gedaan. Misschien hoor je denk ik ook weer, het duo is weer terug. Ik zou even het linkje, want wanneer komt dit online, weet je dat? Over 2 weken. Nou, misschien later. Het ligt een beetje aan. In ieder geval zal ik het linkje even naar Rosalie in de beschrijving zetten. En zodra de video online staat, dan zullen jullie dat vast te weten komen. Leuk. Ik heb een hele lange tijd geleden, echt 5 jaar geleden of zo denk ik, een krultang gehaald bij Max Pro. Maar die was stuk. Ik weet niet hoe het kan. Misschien is die gewoon oud. Maar ik heb dus nu een nieuwe vas opgestuurd gekregen. En dat is precies dezelfde. En deze zijn altijd mega chill. Zoals je ziet probeer ik hem open te maken. Kijk. Deze gewoon. Heel erg nice. Oh, hij is wel veranderd of zo. Vernieuwd. Ik heb voor Gio een muts besteld die binnen is. Iets te laat aangezien het weer mooi weer is. Van Reiners heb ik nog een shower foam en een mooi pak binnengekregen die ik ook in de beige aan had laatst. En dan heb ik hier nog Naked, wat ik nu eventjes ga opnemen. Ik heb dus ook bij de Starbucks, gisteren volgens mij, van die cups meegenomen voor in de koffiemachine. Van die blonde cups. Want het was een actie. Normaal zijn ze 4 euro en nu hadden we 2 paar erbij voor 2 euro. Weet je, als je bij de Starbucks werkt, kan je me alles aanpraten, want ik hou gewoon van Starbucks. En ik heb daar een heel lekker drankje ontdekt. Misschien dat ik die zo meteen nog even ga halen, want ik ga zo weer naar Gio toe. Aangezien hij gaat verhuizen. Ik ben alleen maar onderweg de laatste dagen en heel druk. En ik merk dat mijn hoofd daar echt eventjes nee tegen zegt. Maar ja, ik vind het wel heel erg leuk om bij die verhuizing te zijn. Of dat we er in ieder geval heen kunnen, want ik heb dat huis dus... ook nog nooit gezien. Ik ga naar beneden toe, want we kunnen ze eten. Zo, hallo. It's been a long time. Mijn computer die wordt gemaakt. Maar daarom kan ik geen video's meer uploaden. Very nice. En aangezien ik met een programma edit die ik alleen op mijn computer heb staan. Mijn moeder heeft het niet, Gio heeft het niet. Weet ik het en mijn intro en zo ook allemaal niet. Maar ik denk dat ik daar deze week maar een oplossing voor moet vinden. Aangezien ik mijn weekvlogs al 2 weken niet heb geüpload. Al moet ik zeggen dat ik echt mega druk ben. Ook erg weinig heb gevlogd. Maar ik wil zeker wat van me laten horen. En ik wil het gewoon weer oppakken. Maar heel gek allemaal. Wat ik de afgelopen dagen heb gedaan. Is eigenlijk alleen maar bezig gehouden met Gio's verhuizing. Dat hebben we eigenlijk met z'n allen gedaan. En daar heb ik heel veel bij geholpen. Want dat is natuurlijk heel erg fijn. Als ik daarbij kan helpen. En nu ben ik thuis. Want ik ben aan het leren. Aangezien ik over 2 weken mijn... Nou ja, iets minder dan 2 weken. Mijn laatste PTA-week van het jaar heb. Dus dat zijn mijn laatste toetsen waarmee ik mijn cijfers kan halen voor mijn examens. Dus die moeten natuurlijk goed zijn, zodat ik gewoon goed mijn examens inga. Alleen, daar ben ik er best wel zenuwachtig voor. Dus dat wordt de aankomende 2 weken weer alleen maar leren. Ik zit nu weer achter mijn bureau. Ik heb een shirtje aan die ik van Stormy heb gekregen. Ik heb ook nog volgens mij heel veel dingen binnengekregen die ik niet heb laten zien. Maar, ik was gewoon echt helemaal uit mijn ritme doordat...
ik überhaupt niet kon editen. En ik met heel veel met andere dingen bezig was. Anyways, ik ben nu begonnen met economie. En ik heb op school al dingen uitgeprint. En ik wil eigenlijk zo eventjes mijn planning gaan maken voor de PTA-week. Ik heb eventjes mijn haar gesteld. Want het is nu tijd om naar mijn nagelstylist toe te gaan. Om mijn nagels weer te laten doen. Ik heb alleen gisteren voor het eerst andere shampoo gekregen. Die heb ik wel gekregen, maar die heb ik gisteren voor het eerst gebruikt van Mohi. En het is echt mega chill. Ik raad jullie dit echt aan. Ik heb een shampoo, een masker en een conditioner. Love it. Mijn haar is echt zo mega zacht nu. Niet normaal. Maar ik moet gaan, anders kom ik te laat. Ik zit nu bij Demi, maar ik heb nog geen flauw idee wat mijn nagels gaat doen. Ze zijn nu weer, ze worden nu weer opgevuld. Maar ik denk dat ik een donkerbruine kleur ga doen. Oh. Wat heb je al gedaan? Ik viel. Zo, niks gebeurd. Wij hebben lekker eventjes wat eten. Ik heb een cookie. Cranberry cookie. Wat is het? Cranberry. Dat is cheesecake of zo. Cheesecake. Cranberry cookie. Jij hebt hele stok gehaald. Ja. Je hebt grote eters en kleine eters. Either way. Het is vandaag zondag en ik ben bij Gio thuis en er gaat iets heel erg leuks gebeuren. Ik heb hier onderaan mijn bikini top aan en waarschijnlijk zou je denken, je gaat zwemmen, maar nee. Ik ga weer een tatoeage laten zetten. We doen het bij Gio thuis en er is gewoon een tatoeëerder, Julien, die ook mijn andere twee tattoos heeft gezet. En ik ga hier Angel Energy laten tatoeëren. Dus ik ga nu even naar de andere kamer, want daar staan ze al klaar. Dag. We hebben het plakkertje even opgeplakt. Hij zit nu hier. We hebben even getwijfeld over de grootte, maar ik vind hem zo eigenlijk wel echt perfect. Heel nice. Het is dus mijn derde tatoeage en de vorige twee hebben geen pijn gedaan. Maar ik ben nu toch alweer bang dat deze wel pijn doet. Maar ja, de plek is wel top. Nou, ik lig en je gaat hem zo tatoeëren. Gaat deze meer pijn doen, denk je, dan die op mijn rib? Nee. Nee? Alleen is het nu dat ik jou kan zien. Normaal zie ik je niet, want het zit allemaal... Oh ja, deze kon ik ook wel zien. Hij heeft wel een evenwicht nu. Ja, ik heb wel een evenwicht. Eentje aan deze kant ben je een evenwicht. Ja, ik wil hem niet aan deze kant doen. Omdat ik dan omval van het tatoeage aan mijn linkerkant. Ah, ik ben weer bang. We gaan het doen. Gaan we het doen? Nou, op de stoel wachten op. We gaan nog even wachten, ja. Daar gaat ze. Ik ben bang. Nee. Oh, hij zit er nog niet eens in. Wat? Ja. ik wist dat ik deze van maken. Ik stond ook even te denken. Ik stond af te wachten. Zou ik net een keer goed vinden? Ja. Hey, de camera squad erbij. Ja, dat ligt hier. Oh ja? Oeh. En hij zit erop. Ik krijg weer lachen. Nee, oh nee. Ga je weer lachen? Nee, omdat je drie camera's ziet. Ja, dat weer. Voordat ik geopereerd word, ik wakker word uit mijn coma en iedereen... Hallo. Uit je coma? Uit mijn narcose. Ze liggen er wel een beetje bij, zo met je armen. Ja. Wat deed die pijn? Of nee? Is er al wat gezet dan? Ja, dat staat er wel. Nee, ja, dit deed omdat geen pijn. Oké, nou, is het tatoeage al bijna klaar? Bijna. Het heeft nog geen pijn gedaan. Ik ben heel blij, maar... Gaan we nu beginnen, ja? Zullen we... Wow. Klaar. Eerste reactie. Dat ga ik niet bekennen. Verkeerd gespeeld. Nee, huis uit. Zo, word je gek toch? Verkeerd gespeeld. Zo, ja. Zo. Oh, ik was dat... even checken. A en... Nee, oké, het is goed. Het is goed. Ik was net al, toen lag ik en toen dacht ik... Straks dat je angle energy of zo gedaan. Maar wat nou als er een fout... Wat is er dan? Wat gebeurt er dan? Als je moet je het gewoon fixen als tatoeëerder, man. Moet je gewoon niet eroverheen doen. Oh, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Maar ook als diegene het zelf fout heeft aangeleverd. Dan is het zijn probleem. Maar meestal doe ik wel van tevoren nog... Als het bijvoorbeeld een naam is, weet je wel, zeg ik van tevoren van... Check echt goed echt dubbel checken, ja. Dan ben ik niet degene die het fout heeft gedaan. Nee, nou, hij zit er net op. Er zit gelijk al een papiertje overheen. Een papiertje, okay. Nou een folietje. Maar hij is echt heel mooi geworden. Ik ben er zo blij mee. Ja. Ja. Zekers. Mooi. I like it. Nou, hij wordt nu dus, moet ik hem goed gaan bijhouden met Bepanthen. Maar, video. Ik ben eventjes in de gang gaan staan, want in de woonkamer is allemaal muziek. Maar, wacht, ik ga even licht aan doen. Ik heb dus vanmiddag een tatoeage laten zetten. Ik heb wel weer een shirt aangedaan. Kijk, hij zit hier dus. Ik ben er echt zo mega blij mee. Hij is echt mega mooi.
Kijk, hij zit hier. Maar ik heb eventjes lekker mijn trui aangedaan op mijn broek, want ik ben eventjes lekker aan school aan het werken. Gio is aan het editen en we zijn zo'n serie aan het kijken. En die heet Behind Her Eyes. En aan het begin denk je echt, ik weet het niet helemaal. Maar zodra je verder kijkt, wordt hij echt steeds leuker. Ik vind het huis echt nog zo eng, jongen. En begin je er steeds meer achter te komen wat er allemaal aan de hand is. En is echt heel erg leuk. We moeten nog één aflevering. Gisteren waren we echt eindig met een cliffhanger. Maar aangezien ik deze week weer naar school te moet, zien we elkaar weer een weekje niet. Maar ik moet hem afgekeken hebben voor ik naar huis ga. En ik wil dat niet zelf doen. Dus dat gaan we zo meteen eventjes doen. En ik ga nu eventjes lekker dus verder met school. Oké, ik ben er terug vanaf Gio thuis. Maar ik... Oh mijn god. Ik pak mijn tas uit om mijn computer aan de lader te doen voor school. En ik weet dat... De taxi vanochtend een beetje snel was. En toen moest ik snel alles in mijn koffer doen. En Gio hielp me en die deed de computer in mijn koffer. En ik weet nog niet of ik het heb gedaan of dat hij het heeft gedaan. Maar op een of andere manier heb ik twee computers bij mij thuis. Die is van Gio, die is van mij. Super stom, maar ik heb hem een berichtje gestuurd. Of ik geef hem aan Vincent mee of zo. Komt wel weer goed. Ik heb eventjes mijn nieuwe Reinderspak aangedaan. In het zwart. Heel erg nice. En mijn tattoo die is heel erg goed aan het helen. Dus ik neem eventjes die... Pepantenne mee, als ik die nog heb, want ik niet goed blijf smeren. Kijk, hier. De plek waar die nu zit, er zit natuurlijk heel veel kleding overheen en zo. Dus ik moet echt goed blijven smeren de hele dag. En dit is echt de key voor als je tattoos hebt laten zetten. Want hierdoor helen ze goed. Nou, ik ben terug thuis van school en ik ben begonnen met economie. Ik ben het hele weekend dus bij Gio geweest, dus ik heb niet mega veel aan school gedaan. Ik heb gelukkig wel een beetje wat kunnen doen. Maar dat betekent dus dat ik nu heel veel moet gaan doen. Waarmee ik ga beginnen... Ik heb... Eerst een week zeg maar met gewoon toetsen en dan die week daarna heb ik mijn mondelingen. Die ik allemaal online heb wel gelukkig, maar alsnog een hoop stress dus. Maar ik ga nu dus eerst mijn economie afmaken en dan heb ik heel economie samengevat. Ik heb lekker gedoucht. Ik ga eventjes mijn handdoek in de was gooien en dan ga ik nu naar papa toe. Aangezien ik daar vanavond ga eten. Noora is er ook het hele weekend en ik ga daar vanavond even gezellig eten, maar daarna wel weer thuis leren. Ik gebruik de laatste tijd onder de douche deze shampoo en conditioner van Mohiens. Echt een aanrader. Mijn haar wordt er echt super chill van. Love it. Zo, ik heb mijn tattoo weer ingespeurd met wat crème en ik ga nu lekker slapen. Ik wilde mijn video gaan editen, alleen het dingetje waarmee ik zeg maar mijn beelden overzet op mijn computer, die ben ik al heel lang kwijt. Dus die moet ik nu even samenstellen zodat ik morgen binnenkom en ik morgen kan editen. Ik ben mijn vlog lekker op school aan het editen, maar ik heb mijn camera niet bij me, dus ik sluit hem even af via mijn telefoon. De edit is iets anders geworden van mijn weekvlog, aangezien ik niet ander materiaal had die ik normaal gebruik. Maar alsnog hoop ik dat jullie het een leuke vlog vonden en ik hoop dat ik snel weer mijn computer terugkrijg en normaal kan editen. Maar voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende video.